Huh? Oké. Okay. Wat doe jij Mijn mes nou? zit daar aan de rand. Oh, ik moet de andere verkeerde kant op. Hey mensen, je kijkt naar Spooky Sessie Delft en welkom bij Tower Unite. Kennen jullie nog dat golfspelletje? Of in ieder geval dat spelletje waar we gingen golven, waar Timo constant misraakte, richten, whatever. Ja. Er ligt ijs, oftewel je glijdt naar beneden. Oh my god, hoe hard wil je hem nemen? Ik ging nog zacht als dat ik van plan was. Ja, jij kent het nog, jij weet het nog, die filmpjes. Nou, de filmpjes niet, maar ik weet dat ik miste. Ja, maar we hebben eigenlijk van elk hole hebben toen een filmpje gemaakt, Timo. Weet je dat niet meer? Ja, dat klopt wel. Nou, er zijn nu weer allemaal nieuwe toegevoegd en wij gaan er eentje doen. Welkom bij Sweet Thoot. En wat is dit voor wereld? Dit is een wereld. Kan je dat zien, Timo, wat voor wereld dit is? Dit is zo'n snoepachtige wereld. Wat goed voor jou! Hey! Ja, 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 ja! Ja, het is ook niet gek als je het aan mij vraagt, hè? Snoopy. Nou, dat was niet een koosnaampje voor jou of zo, hoor. Maar het is inderdaad de Snoopy-wereld. Alleen, tanden. Via welke... dat was vandaag weer, jongens. Bedankt voor het kijken. Ja, dat was weer. Ja, oké. Okay. Ik wou dus zeggen, van welke moeten we? Moeten we via de rechter, de middelste of via die kleine aan de linkerkant? Nou, ik doe dit wel. Oh, dat was zo... Oh, oh. Nee! Oké! Okay. Ja, nou ja. Ja, jammer. Ja, oké. Oeh. Oh, netjes. Hoe doe jij dat dan? Ah, nee, die doe ik hetzelfde als jou. Oké, die rand daar gaat op een... Oeh. Oh, dat had ik nog niet eens gezien. Dat had ik niet gezien. Lucky. Dat was puur blind. Doe jij. Doe maar. Jij kan dit. Ah, jammer. Oeh. Oh. Okay. Ik tik toch heel iets tegenaan. Oh, okay, je kon niet balanceren. Je moet dat balanceren en die keel doet het. Oh. Doe ik het ook? Oh nee, ik viel er net vanaf! Oh, jammer man. Er komt er dus een kerel bij ons erin en ik val. Ik heb precies van, ik kom even show afspelen. Oh, ja hoor. Ah, kom op, dit is een best wel typisch mee, hè. Oh, wat voel ik me gelukkig. Nee, ik voel me niet... gezellig weer ben je. Nee, dank je. En nu niet te hard, maar ook niet te zacht. Jij mag als eerst. Dat kan ik van je leren. Oh. Oh, ik ging eigenlijk te hard, maar ik heb nog mazzel onder. Oh, nee, meen je nou? Oké, okay, wat moeten we hier doen? Nou, je hebt daar een blauw kaasje. Lijkt gewoon op kaas. Oh, maar wat ik weet... is dat je moet daar links, in één keer naar links. Je ziet daar een gat... Nou, niet ja, dus. Nee, dat kan ook. Je moet in één keer daar naar links waar de pijltje staat. Je ziet daar een pijltje staan voor je. Daar moet je naartoe. Nee, niet daar. Nee! Ja, ja. Eentje te hoog! Dit is eentje te ver. Oh, ik zie het nou pas, joh. Ja, dan kom je alsnog weer hier, omdat je hier eigenlijk in moest. Alleen, dat is wel een slag meer. Ja. Uiteraard. Nou, het is me wel gelukt. Lekker in de chocolade. Hou je van chocolade, Timo? Ja. Wat voor chocolade? Welk chocolade? Precies wat hier de rivier van is. Ah. Oh, vandaar dat het niet zo goed gaat, toch? Wow! Goed gedaan. Chocoladefontein zijn zeer fijn, trouwens. Ja, krijg je meteen honger ook nu? Nee, wel gewoon niet honger. Gewoon maar zo van, oh, de smaak lekker en shit, wel. Je kan bijna de smaak voelen, zeg maar. Ja, ik proef wel de smaak in mijn mond van, oh, ja. Chocolade. Mm-hmm. Oké, een kruis in het midden. Een kruis moet dus niet. Nee, really? Nou, hij is in ieder geval in het kruis. Nu mag jij in iemand zijn kruis schieten. Ik bedoel, in de pijl. Ben je de force bewitcher? Ik voel gewoon dat jij het kan. Oh! Oké. Okay. Ik ga toch voor het kruis. Ah! Oh, helaas. Allemaal gaan we het kruis in. Oh, geen brug. We moeten... Hoek, dan moeten we naar boven. En naar nou school. Ja. Okay. YOLO! Oh, ja, dat is ook nog goed. Oké. Okay. Nu moeten we eroverheen wanneer die net naar beneden is. En jij kan timen natuurlijk. Jij bent daar goed. Niet. Oh, je timed goed! Je timed goed! Ik heb hem gewoon een keer getimed, lol. Yeah, man. Ik heb in ieder geval een paar. Ik ben blij. Oh my god.
Alsof we nooit zijn weg geweest. Alsof we nog nooit zijn weg geweest met dit. Oké, okay, hij doet dat, nou, dan doe ik het ook. Oeh. Val niet in. Oké. Okay. Ik denk, ik ga nog wel eens langs, maar... Oh, die gaat te traag. En ik zei, val niet in. En wat doe je? Oh my god, die had een hele coole. Nee, ik ga veel te hard. Oh, en nu... Ik lag eerst om hem en dan, ja... Dan komt echt de karma, dat deed hij echt heel mooi. Maar ja. Okay. Ja, dat had ik dus ook. Dus ik heb een bogey. Dat is niet chill. Dus no please. No please, niet doen. No please. Up or down? Welke kant moeten we dan op? Moeten we... moeten we naar omhoog of naar beneden? Ja, dat ding is beneden. Maar we moeten omhoog of zo? Nou, ik ga omhoog proberen. Ja, nee! Oké, ik val in de gaten. Volgens mij... Oh, nee! Oh, wat is die erg. Volgens mij moeten we in dat gat daar in het midden. Nee, doei. Lol. Volgens mij moeten we in het gat daar in het midden. Nee, ik ga te ver waarschijnlijk. Ja, dan ga je te ver. Oh, wauw. Nee, niet. Nee! Ah! Uh-oh. Nee, dat gaat veel te hard. Het gaat omhoog! Oké, Timo, I'm screwed as... Oh, kom je bij mij? Gezellig. Nou, ik doe wel zo. En ik doe wel zo. Oh. Ja. Ja. Nee. Ik blijf alleen maar rechte lijnen trekken. Wat is dit? Doe hem dan iets schuin. Zodat je zo... Nee, niet zo... Nou, nu kon je echt... Een chocoladeroulette. Oh, dat ding draait. Dat ding dat daaronder is draait. En dan moet je maar net hopen dat die in het goede komt. Nou, die keer komt niet in het goede. Dus dit is eigenlijk een beetje... Oh, nee. Nee. Nou ja, dat kan ik misschien heel goed inschatten. Oké, ik kwam ook niet in de goeie. In welke komt hij? In welke moet hij? Hij moet in die, waar hij nu heen was. Oké, okay, got it. Dus dan moet ik hem eigenlijk naar beneden doen wanneer hij hier is. Nee, net iets te snel. Ja. Jammer. Nee. Waarom valt hij er net uit? Oh my god, vrijdag de 13e is al geweest, Timo. Ik heb nog steeds pech. Ik heb nog steeds pech. Ja, jij valt in het goede. Ja, hè. Wat een ongeluk had ik daar. Ik had het in tweeën kunnen doen, makkelijk. Maar ik timede helemaal verkeerd. Skibal? Oh, die moet in het midden voor een hole-in-one. Het lukt hem niet in ieder geval. Het lukt hem weer niet. Of ben jij dat? Dat ben ik. Het lukt jullie niet. Dat lukt het mij ook niet. Het lukt mij! Zeg die op het moment dat het hem lukt. Ah, die heb je ook wel verdiend, hoor. Eindelijk wordt gelukt. Net zo'n kutpotje, dus dat is gewoon verdiend. Ik gun het je. Ik vind die Engelse drop, die vierkanten. Oh ja. Die vind ik lekker, die vierkanten. Ja, maar hieronder zit die ook. Ja, maar ik vind die vierkanten vind ik lekkerder. Als het aan mij ligt, dan eet ik alle vierkanten ervan uit. En vooral die roze. Dat die roze. Rechts, hè? Die dingen ken ik ook, dat zijn die snoepringen. Welke rechts? Bij mij rechts. Dat is ook Engelse drop. Ja, dat zit hier ook een blauwe en een gele. Dat zijn van die snoepringen. Die kun je de snoep. Hé, smarties. Ja, dat zag ik ook die smarties, maar je moet eventjes... Het voelt afgeleid met de baan, oké. Okay. Ja. Dus je zit nu iets te veel met snoep bezig, Timo. Nooit een golfbaan met snoep. Hij was over de buis. Ja, en dwars naar de autodrop, hoor, maar naar de Engelse drop. Daar ben ik maar zonder dat hij daar niet zurk op blijft. Heel veel mazzel. Hey, ik kom weer wat terug bij die vent. Yeah. Maar jij bent echt dramatisch. Ricochet. Ricochet. Take your A. Ja, dat is... Kijk. Ik zie daar iets blauws, dus ik wil daar meteen op richten op die blauwe, maar... Als je daar linker blauw hebt waar die gast nog voor staat... Ja, die gaat hem daarin doen, zeker binnen 3 slagen. Ja. Ik ben gewoon bang dat ik te snel ben. Ja. Oké, okay. Nee. Dat werkt dus niet. Dan probeer ik hem een beetje bij het blokje te plaatsen. Meen je niet. Wedden dat ik hem nu heel kut ga doen. Please ga er in één keer in, net zoals die ene keer al. Please ga er in één keer in. Ah, I fucked up. Nou, ik had hem in 4 keer, hij in 3 keer. Ja, kom op. Okay. En we gaan nu kijken naar Mr. Oké. Ik zat er bovenop, maar ik tikte tegen die rand aan. Toen rol ik zo ver terug dat ik die naar het Pasen terecht ben gekomen. Dus ik mag die hele baan nog... Je mag dat hele ding nu doen. Oh, hij ging net te traag, maar deed hij wel leuk.
Nou, ik doe hetzelfde als hem. En ik val ernaast, tuurlijk. Wat gebeurt er als je ernaast valt? Dan kom je hier. Oh, wauw. Phew, ik moest daar niet in. Oh my god, nee. Die zag ik. Die zag ik. Ah, die was nasty. Die was echt kut. Jammer, man. Ja, nou, fuck it ook. Ik heb een birdie. Wat had hij? Oh, hij had één slag meer erbij. Kijk, gewoon hem daarin gooien en je bent al done. Dan gaat hij in één keer in. Dus geen probleem. Kijk, en in één keer erin. Hoppa. Oh, en dan word je daar naartoe gedrukt. Oh my god, dat is een hole-in-one zeker voor die kerel. Dat is een hole-in-one. Maar je moet dus echt ervoor zorgen dat die freaking blauwe je... Ja, dat doet. Heb ik ook een hole-in-one? Ja, dan heb jij ook een hole-in-one. Yes! Gefeliciteerd. Dank je. En nu ik, hè. Nu ik. Komt-ie. Ik ga zo hard falen, ik voel het. Ja. Ja. Oh, no! God damn it! No! Hij wil ook echt dat ik faal. Wat een sukkel is dat. Hij wil dus ook nog dat ik faal. Dat is de pech heb ik normaal. Ah, dat doet hij gewoon omdat ik dichtbij hem was. Ja. Pff. Ik ga maar eens. Nou, misschien... Nou. Oh, nee. The tease. Ik ga het ook proberen. En hoe ga ik het proberen? Bij welk moment? Ik ga het proberen bij dit moment. Nee, te ver. Helaas. Nee, niet zo ver. Ah, ik heb al het ongeluk van de wereld. Ik ben het verste wat je kan zijn. Oh my god. Nee, oké, I'm done. Hier kom ik nooit meer van terug. Oh, als je door die beelden gaat, dan ben je er in één keer. Maar ik heb al het ongeluk van de wereld. Ah, hij wil niet. Hij wil niet weer. Dubbele bogey. Weer 6 punten afstand, die no please. Maar ik ga hem nog terugpakken. Ik voel het. We moeten eigenlijk in die eerste. Ja! 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 Nee, die eerste is niet goed. Nee. Ofwel. Jawel, die eerste is beter. Ik ben in één keer bij het goeie. Ik dacht echt even dat het misschien niet goed was of zo. Kom op. Nee, die andere kerel is ook in die eerste, zeker. Ja, ik ben ook in de eerste. Oh my god, wat een lucky bastard. Dat is dan weer luck, hè? Kijk als ik... Nee. Die kerel had hem in één keer, maar ik volgde hem gewoon. Dus ik blijf gewoon bij hem. Ik heb een albatros. Ik ben blij dat ik precies zijn lijn volgde. Ja, Timo, jij gaat hem ook... Ik ga nog even naar dit gat heen. Later, hè. Timo in de chocolade. Je mag lekker duiken in de chocolade. Hurry up. Ja, maar ik zit hier. Kan dat toch niks? Ja, doet hij dat goed? Niet iets te ver. Maar dit is wel goed. Maakt niet uit. Ja, joh. Makkie. Dat gaat niet meer fout, geluk. Wil je dat niet meer zeggen? Dit gaat waarschijnlijk voor mij fout en voor hem niet. Voor hem ging het gewoon perfect. Hij is nu al gefinished. Hij ging daar tegenaan en viel naar beneden. Waarom? Ik moet waarom dit helemaal is volgen. Hij deed het dus eigenlijk helemaal niet zo goed. Net niet. Ah, oh, ik had hem bijna 2 keer. Hij viel dus naar beneden in die looping. Oh, Mr. Tuning gaat hem ook. Yeah, Mr. Tuning. Oké, wat moeten we doen? Hij moet daar bij dat pijltje. Oké. Dus we moeten hem eigenlijk precies nu. Be good. Ja, maar natuurlijk haalt die andere gozer hem. Wat? Ik mag hem niet halen. Zie je die moet daar. Jongens, ga nog een rondje. Doei. Nee! Tim, nee! Dat meen je niet! Waarom heb ik dat ongeluk? Oh, nou man, dat meen je niet! En daar haal ik het ook niet. Ik heb het ongeluk van de eeuw. Echt waar, ik ga gewoon ongeluk. In één keer vanaf hier. Natuurlijk lukt dit net niet, waardoor ik nu een probleem ga hebben hiermee, waarschijnlijk. Oké, ja, dit is gewoon... Ik heb echt moeite met de timing van het ding. Dit is mijn vrijdag de 13e. Dit is echt mijn vrijdag de 13e. Ik denk...
Ja, misschien iets te laat. Misschien iets te... Oh! Best een nerveuze shit hier. Oh! En hij heeft weer een hole-in-one. Verdomme. En ik ook. Maar ja. Ik denk, volg gewoon zijn stijl een beetje. Hij heeft een hole-in-one. Die is lucky. Ik ben een beetje competitief. Probeer er nog mee aan te gaan. Maar dat gaat me niet meer lukken. 9 punten in 2 holes. Dat twee punten. Vrijwel onmogelijk. Jij hebt een 2-punter. Netjes. Ja, wel grappig dat die Galaxy Killer gewoon de hele eerste helft van de scorebord niet meedeed. Maar nog wel voor jou staat. Ik moet 9 punten goed maken. Ik heb niet het gevoel dat het gaat lukken. Dan moet ik hier een hole-in-one schieten. En dat is in de tunnel. En hij doet het. Oh my god. En doe ik het. Ik doe het ook! Oh, nice. Maar ja, dan blijf ik erbij. Want de laatste is volgens mij altijd een soort hole-in-one dingetje. Huh? Oké. Okay. Wat doe jij nou? Ik zit daar aan de rand. Oh, ik moet de andere kant op. Er zit toch een rand? Dat zie je toch? Oh my god. Een wat? Een rand? Wat? Oh my god. Oh wow. Ja, come off. Nou ja, het randje al moeten we zitten. Nou ja, die 5 punten kun je ook niet meer inhalen. Dat, want dat worden meer punten. Kom op. Nee, Timo, waarom in het midden? Dat, halt! Daar zit een ronding. Als je nou via de linkerkant gaat, dan ga je rond. Kijk. Wow, was moeilijk. Ja. De logica was even weg. Hopelijk, hè? Ja, dat bedoel ik. Hup. Maar wat moeten we doen? Hij valt eraf. Val hem nog een keer af. Hij valt er nog een keer af. En nu niet, helaas. Ah, dat vind ik jammer. En nu moet ik ervoor zorgen dat ik... in één keer hem haal. Dan kom ik wel dichterbij hem volgens mij, maar niet dichtbij genoeg. Nou, wat is het doel van dit? Oh, is dit een World Tour dat je helemaal met zo'n baan langs die shit ingaat? Wow! Wow! Het is echt een tour! Lol. Oh ja, we gaan langs alle banen die we nu hebben gedaan! Nou, de koning ben ik niet. Dat is zeker. Maar die kill... Nee, oef. Die kill heeft het wel in 5 gedaan. En het verschil is 5 punten geworden. Ik heb mijn best gedaan, maar ik had echt ongeluk. Dat was echt puur ongeluk. Ja. En Mr. Tuning had natuurlijk ook puur ongeluk. Dat was altijd. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Want dit was onze Sweet Tooth Tour. En we hebben nog meer mappen in Tower United. Is wel echt heel cool. Bedankt voor het golven, Timo. Je was een goede gast hier. En laat een duimpje omhoog achter. Spreken jullie volgende keer weer bij Tower United. Of bij iets anders. Bye bye. Zwaai zwaai. Doei doei. En sla de hole-in-ones. Want ik heb 3 achter elkaar. Daar ben ik wel een beetje trots op aan het einde. 3 achter elkaar. Boom. 1-1-1. Dus mijn ongeluk werd nog eventjes met een hat-trick bestraft. Hat-trick. Nee, niet bestraft. Dat is toch geen bestraffing dan. Bye bye guys. Bye. Doei.